more space. I'm happy. Wat ga jij doen? Vandaag dag 2 van de bouw. Cool. Nadat Iris gisteren het bed geheel uit elkaar gehaald heeft, gaan we het bed nu in elkaar zetten. Dus we gaan vandaag de constructie in elkaar zetten en we gaan de wc uit elkaar halen. We willen onder het bed vaste kasten maken dit keer. Ja. Het bed wat er nu in zat, had dat niet. Dus als we gingen rijden of we moesten hard remmen, dan schoof alle spullen zo naar voren en naar achter. En klang, klang en ding kapot. Dus dat is niet zo handig. We maken nu vaste kasten met de kistjes die we hadden. Ja. Dus we gaan even meten en tekenen en kijken wat de beste constructie gaat zijn. Waar de poten komen. En daarna gaan we pas de plankjes zagen voor de latbodem. Check. Gaan we het zo doen? Ja. Even zitten. Even. Woe! We hebben een heel ontwerpproces net gehad. En, super cool. Kijk maar. Dat is een beetje het resultaat. Coolness. En hoe we vinden dat het eruit ziet, zeg maar. Ja. Ja, dit is wel wat we wilden eigenlijk. Dus ja. Nu komt het alsnog. Dus misschien gaat alsnog dit weg, hè? Hallo? Kom maar! Hey Bush! Hey Bush! Yo. We gaan zagen! Banaan is altijd lekker. Banaan is altijd lekker. Kom maar Bush! Doe maar eerst vastzetten. Oh. Hier nog. Zo, we hebben de latjes gezaagd. Stoppen. Nee hoor. Tevreden. Ja. Dus we gaan de kast uit elkaar halen, we gaan de hoekjes inzetten, we gaan de palen doorzagen, verplaatsen, de planken, kast, de kies gepast. Wow! Wat? Oké, dikke donderwolk. Hier? We gaan iets op het dak doen. We gaan even het dak beschermen. Het raam lekt nog steeds, dus we moeten even een tarp eroverheen gooien.
is dag 5 van onze verbouwing. We hebben vannacht voor het eerst in onze bus geslapen. En dat was eigenlijk heel erg fijn. Ja, het is wat warmer. Maar het is ook niet super licht 's ochtends door de zon. Dus we hebben eigenlijk langer geslapen dan wat we normaal deden. Gisteren was dag 5 en we hebben niet gefilmd, want de camera was leeg. Wat hebben we gisteren gedaan? We hebben gisteren ingepakt en ik heb hier deze oude deurtjes gebruikt om dus een trapkast te maken die je ook omhoog kan klappen. Dus op het moment dat alles eruit is en we willen iets groots meenemen, dat we dat kunnen doen. Het raam lekt. Dus ik ben alle oude stopverf eruit aan het halen. En de voet. Hey Iris. De kit doet ook niet heel erg goed. We hebben rubber erop gedaan. En kit en rubber werken niet goed samen. Dus dat zijn we aan het schoonmaken en repareren. Oeh, guacamole. Flipsivo, Produso, Effectos, Laxerums. In ieder geval. Oh, dat. We wilden jullie bedanken voor het kijken, maar ik zal even mijn mond leeg eten. Ik ook. Kijk. Alles zit in elkaar en we zijn tevreden. Het dak lekt niet meer, want de kit zit erop. De achterkant de nieuwe, is... nieuwe kit. De nieuwe kit. De achterkant is goed ingedeeld. De kast is eruit. Het enige wat we nog niet hebben is zeg maar het bedje. Dat is nog niet af. Het babybedje. Dat is die losse paal die daar zo hangt. En ja. Zijn we tevreden? Ik ben tevreden. Ben jij tevreden? Ja, dus zoveel meer ruimte. Nu. Meer ruimte, meer rust. We kunnen bewegen en yoga doen. En ja. Dansen. Vooral veel in dansen. Bedankt voor het kijken. Vond je het leuk? Laat even een duimpje achter. Of abonneren, dat mag ook. En als je wil, mag je altijd een comment achterlaten. Ja, dat is gezellig. Tot volgende week. Vind je het leuk om te weten hoe het er hiervoor uitzag? Hier zo, boven Iris haar hoofd. Ja, daar staat een linkje voor een video. Dus dan kun je daar gewoon op klikken en dan zie je wat er eerst stond. En dan dankjewel voor het kijken. Poes, kom maar! Ja! Ja. Zeg maar dag. Zeg maar dag. Ja. Dag van Boes.